Kom weer bij het eerstejaarsdagtoernooi van Barry's Internetclub. We gaan gewoon eens even weer de spellen doorlopen. Blijft altijd advies om de spellen ofwel eerst zelf te spelen, ofwel elke keer te pauzeren nadat ik een spel gespeeld heb. En dan zelf weer eerst het volgende spel spelen. Ik denk dat dat het meest nuttig is qua leren. We gaan gewoon eens even lekker spelen. Drie schoppers, 4K schoppen of meer. Kijk, we zitten meteen in de match. Partner biedt 4 schoppen. Nou, laten we kijken hoe dat af moet spelen. We gaan verliezen stellen. Geen schoppen. 2 harten en 1 ruiten. Nou ja, eigenlijk 3 harten, hè, als we het zouden tellen. Maar eentje kunnen we introeven. Ofwel op klaver weggooien. Nou, we gaan eens even spelen. Ik zie in ieder geval... In schoppen geen snit, in klaver geen snit, we hebben alles. Geleende snit in harten. Een beetje het bijzondere snit, niet de aas-vrouw snit. Die telt zelfs niet omdat wij de koning hebben. Maar de snit dat je gewoon naar de koning toespeelt. Nou ja, weet je, tweede hand laag. Die eerste slag verliezen we toch. Ruiten aas kunnen we aftroeven. Dan gaan we eerst altijd troef trekken. Ik tel zo dat we dat dan in verdelingen, dus we missen, we hadden zelf 6 troeven en 4 op tafels, 10. De thee op tafel heeft 3 troeven en ze zaten dus 2-1 verdeeld. Ja, wat moeten we nou spelen? Nou, ik zal gewoon zo spelen dat ik eerst de klavers incasseer. De haart en de hart op weg. En nu spelen we een hartje op. En pakken we de koning. Nou kijk, de A staat goed. Dat is ook een soort snit. En die missen we. Dus dat is het enige wat we dit spel hoefden te doen. Blijven de 61% op. Mooie kaart. 17 punten, nou met 15, 16 of 17 punten en een verdeelde hand, dat is 4, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 2 of 5, 3, 3, 2, 1 stand ertoe. Een paard heeft in ieder geval geen 5 kaart hoog en heeft minder dan 8 punten, dat klopt. Ja, schoppen start, gaan we even kijken hoeveel slagen we hebben. Nou, met deze start hebben we 2 harten slagen en 1 ruitenslag. 3, dat is nog niet veel. Maar we kunnen wel wat ontwikkelen. Misschien een klaver of een ruiten. Nou, klaver is de langste kleur, dus dan gaan we eens even kijken of we daar wat in kunnen ontwikkelen. Eerst slag pakken. Spelen we klaver boer. Nou, ik had trouwens ook, nu ik er beter naar kijk, had ik ook een kleine klaver kunnen spelen naar tafel. Dan waren we in ieder geval op tafel geweest om de ruitensnit te nemen. Want het heeft nu niet zoveel zin meer om nog een klaver te spelen. Zien jullie dat? Want als ik nu nog een klaver speel, ja, weet je, dan pakken ze het aas en we hebben geen entree meer. Dus we komen nooit meer op tafel. Dus we gaan even een ander kleurtje proberen. Spelen even, gaan we even de ruiten hoog spelen. Nou, ruiten aas hebben we. Ruiten vrouw, gaan we de koning afstaan. Ja, wat moeten we hiermee? Die pakken we maar. Hebben jullie meegeteld, maar die ruiten zitten niet rond. Zijn we een klavertje? Ai, 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 we missen alle schoppenslagen, zeg. Ja, die had de ruiten 10 nog hoog. Nou. Dit had beter gekund. Kijk wat Barry ervan zegt.
Even kijken hoor, wat Perry zegt. In klaver kun je vier slagen maken, mits West klaver A's neemt. Met wat geluk sprokkel ik nog 7 slagen bij elkaar. Ja, wij hadden dat geluk niet. Okay. 9 punten is niet genoeg voor een opening. Nou, we gaan tegenspelen. De manche en schoppen. Wij moeten proberen 4 slagen te maken. Zij moeten er namelijk 10 maken. Harte 8, top van niks. Dat is ook wel logisch, want wij hebben alle harte punten. Met harte boer gaan we harte A's uitjagen. Dus deze harten zijn in ieder geval vrij. Als we aan slag komen, als we aan slag komen, kunnen we lekker hard spelen. Nee, maar zo komen we niet aan slag. Ja, dat is zo hard. Vrouw, al heel hard de koning ook. Kijk, die maken we ook, dat is wel lekker. Ja, wat moeten we nou spelen? Kom maar ruiten. Ja, precies gemaakt. 10 slagen. Nou, we hebben 3 schoppers mee. 5 plus 3 is 8, dus een fit. Met 6 tot 9 punten bieden we 2 schoppen. Ja, nu vraag pardon, ben je maximaal of minimaal? We hebben 7 punten. We hebben 6, 7, 8 of 9. Dus er is al een beetje een minimale kant. En we hebben ook geen extra dingen om bij te stellen. Ja, alleen klaver A's is een mooie kaart. Die 3 schoppers hadden we al aangegeven. En we hebben een 4-3-3-3 verdeling. Dat was niet positief. Dus we zeggen pas. Ja, partner heeft 16 punten. Maar ja, harte koning alleen. Dus. Nou ja, we gaan ze even lekker spelen. We gaan de eerste schoppen gaan we in ieder geval klein. Hé, hey, die is voor de 6. Dan gaan we eerst even hard te spelen. Dat kan mooi. Een klaver weg. Dat was anders een verliezer geweest. We zijn trouwens vergeten om slagen en verliezers te tellen. Ik was te snel. Hé. Hey. Ja, die heeft nog vrouw klein van schoppen. Nou, we gaan dit schoppetje nog uithalen. Met schoppen vrouw kunnen we er niet uithalen. Ja, hoe zouden we dit moeten spelen? Nee. Klavertje naar het aas, maar harte boer is hoog, dat is wel fijn. Dan kan een ruit op weg. Een ruitje. Dat vinden we niet zo erg. Dan missen we nog 1 introver. Ja, en de rest is voor ons. Kijk, die is beter beloond. Ja, hier staat ook binnen de 6-9 punten eens. Moet het passen. Weer veel punten. 20 punten. Als het even dat je niet meer weet, moet je hem open doen. Klik je op het vraagtekentje. 3 harten is het transfer of het duelbot. Naar 3 schoppen mogen we niet over nadenken. 3 schoppen betekent, ik heb een 6 kaart schoppen.
en een 5. Ik had de 3 sons geboden, had hij nog gevraagd. Hadden ook 4 sons geboden, maar dat is nu niet nodig. Klavertje uit, ja. Nou, ja, 2 dan laag. Azen zijn erom, koningen ervan. Dus eventjes denken wat we hiermee moeten doen. We gaan in ieder geval eerst schop A's spelen. Ai. Nou, zou ik eerst een ruiter kunnen gaan spelen om te kijken of we klaver weg kunnen gooien. Maar de kans dat dan dat hij dan ingetrokken wordt is wel heel erg groot. Dus dat doen we niet. Je veilig gaat spelen. Hart aas. Deze pakken we en dan als we goed hebben opgeleid, dan weten we dat die schoppen boer daar zat. Dus die snijden we eruit, maar dat is nu eigenlijk, ja, het is nog wel een snit, maar het is wel een bekende snit. Want we weten zeker dat hij in West zit, omdat Oost niet meer bekende. Dat is geen snip met 50% kans, maar gewoon een goede speelwijde voor 100% kans. Spel 6. 13 punten, genoeg om te openen. Mijn langste kleur is klaver. Met een 6 kaart mogen we een keer herhalen. Nou, eens kijken wat Barry daarvan zegt. Barry vindt het ook. 3 sans toe. Kijk. Die wil 9 slagen maken zonder trof. Hoe gaan we dit varkentje wassen? Slagen tellen. 3 in schoppen. 1 in hart is 4. 2 in klaveren. 6. Waar kunnen we slagen in winnen? Klaveren juist. Ja, wat zullen we? Een kleintje beloofd plaatje. Moeten we nou de vrouw zetten of moeten we de 8 zetten? Eens even over nadenken. We zullen eerst een kleintje zetten. Och, die is over ons. Wat lekker. We bewaren schophazen als entree. Aan de klaver gaan we gewoon snijden. Ai, wat het toch. Nee, we hadden niet anders kunnen doen trouwens. Klaver, oké. Okay. Dus moeten we nog 1 klaver spelen. Dan zijn we de klavers eruit, hè. Maar wel een beetje een communicatieprobleempje. Nu hebben we nog een entree voor die schoppen. En nu kunnen we helemaal niet meer bij onze schoppers komen. Waardeloos. Ja, het spelen is lastig door een natuurlijke blokkade. Ja. Hij slaagt er dan ook niet om 9 slagen te maken. Weet je, dan voel ik me meteen een stuk beter. Ik heb het niet gemaakt, maar als Barry het ook niet maakt, dan vind ik het niet zo erg. Te weinig om te openen. Wat zou Barry nu doen? Die zegt pas, noem maar het ook. Wauw, 3 sans toe, ja. 3 sans toe starten we de top van niks op een kleintje beloofd plaatje.
Nou, de top van niks vind ik altijd het fijnste. Tweedehands laag. Oei. Daar gaat hij. Oh, hij had heel veel ruiters. Kijk nog een keer naar de bieding. Nou. Superveel snaren gaan we niet maken, denk ik. Nou, de schoppetjes op weg. Kijk, mijn partner heeft in ieder geval schoppenslag. Nou, onze klaven zijn hoog, maar ja, komen wij nog aan slag? Dat is de vraag. Ik denk het niet. Ja, ze hebben goed gespeeld. Ja, daar kunnen we weinig tegen doen. Eén sans toe. Nou, op één sans toe doen we. Met een vijfkaart harten. Maakt niet uit hoeveel punten we hebben, bieden we twee ruiten. We hebben nu genoeg punten voor de manche. Dus de vraag is niet, spelen we de manche of niet? Die vraag zouden we stellen als we 8 of 9 punten hebben. Maar we hebben veel meer. Dat is makkelijk. Alleen, willen we harten spelen of sans toe? Dat weten we niet. Dus dat vragen we met 3 sans toe. Ik heb het ook aangegeven. Ja, dat is precies een vijfkaart harten. En 10 tot 15 punten. Nou, partner zegt 4 harten, dus partner heeft minimaal een 3 kaart harten. Even voilà. Een verliezer stellen vanuit de lange troef. 2 schoppenverliezers. 1 ruiter, 3. Nou, ziet er al goed uit. Maar schoppen kunnen we ook nog wel eentje introeven. Of we kunnen er wat op ruiten kwijt. Nou, we gaan eerst eens eventjes gewoon veilig troef trekken. Dat lijkt me op zich wel een heel goed idee. Tellen jullie mee? Want de T-partij had 5 troeven. Ik tel in verdelingen. Ze hebben er allebei in gespeeld. En nu bekent hij niet meer. Dus de troeven zitten, dat noemen ze in de verdeling, 4-1 verdeeld. Ja, we hadden ze zo goed dit keer dat het niet uitmaakt. Nu gaan we de lange kleur aanvallen. We gaan ruiten A's eruit pesten. En dan zijn er eigenlijk wel de rest van de slagen. Zijn in ieder geval bijna voor ons. Want we spelen ruiten. Ruiten. Maken we de rest of niet? Nee, ja, nee, we kunnen net te weinig schoppers weggooien. Dus dat betekent dat ze deze slag nog maken. Oké. Okay. Ik heb het een beetje snel gespeeld. Ik had zelf ook niet al te veel tijd. We hebben nog wel gewonnen zelfs. Niet dat dat überhaupt belangrijk is nu, maar je kunt ook zien aan de percentages. Deze percentages zijn nu hoog omdat ik voorbeelden geef. Maar op het moment dat je 50% hebt, dan heb je het al super goed gedaan. Kijk, en bij zie je ook nog een keer de toelichting. En maar goed, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende keer weer bij Barry's Internet Club. En dit was trouwens de uitzending van 4 juni.